De minister van Volksgezondheid, Antoine Ilias, heeft een kort bezoek gebracht aan Cuba. Tijdens het bezoek gisteren zijn gesprekken gevoerd met verschillende Cubaanse autoriteiten belast met de gezondheidszorg. De bewindsman heeft onder andere het Internationaal Gezondheidscentrum La Pradera Servicios Médicos Cubanos en andere Cubaanse medische diensten bezocht. Ilias heeft ook een rondleiding gehad op het gezondheidscentrum. Daarna is hij op de ambassade van de Republiek Suriname te Cuba door een deel van de Surinaamse studentengemeenschap ontvangen. Daar hebben de studenten hun ervaring gedeeld en van gedachten gewisseld over vraagstukken hun studie rakende. Ten slotte hebben minister Ilias en delegatie een onderhoud gehad met de Cubaanse minister van Volksgezondheid, José Ángel Portal Miranda, waarbij de verdere verdieping van de samenwerking tussen Suriname en Cuba op het gebied van de gezondheidszorg wederom aan de orde is gekomen.